Goeiedag allemaal, ik ben Bram van Kampenhout van Topconsokia België. En in deze video zal ik laten zien hoe we in SiteMaster versie 9.2 foto's die genomen zijn in TopSurf zichtbaar kunnen maken op het scherm en deze ook afdrukken. Daarom ga ik eerst een nieuw project aanmaken. Projectdetails en de eenheden laat ik staan, want die staan correct ingesteld. En ik ga data importeren van andere software. Het filetype is een TopSurf job, dus TSC of TLSV. Ofwel kan je die rechtstreeks van je mobiel apparaat gaan halen, ofwel heb je de TopSurf job al opgeslagen op je computer. En dat heb ik hier gedaan. En ik ga die dan ook gewoon op mijn harde schijf zoeken. TopSurf. Bestandje zal ik. Nu bij het importeren van een TopSurf job is het heel belangrijk dat we bij transfer ervoor kiezen om de images of de foto's mee te transfereren. En ik kies weer voor OK. Zo. De meting die ik gedaan heb bevindt zich in deze zone. Gaan we even gaan zoomen. Ik ga een zoom window pakken om sneller te gaan. Zoombox. Ja. Zo. En dit is hier de inmeting die ik gedaan heb van een aantal boordstenen en bij dit punt wordt er een foto. Willen we deze foto gaan bekijken, klikken we op het punt. Dus we selecteren het zo. Properties. Dan kan je in de rechterhand kiezen voor images, pdf's. En krijg je hier te zien welke foto's bij het punt horen. Ga ik even de fotoviewer verkleinen zodat die helemaal op het scherm komt te staan. Zo, krijg je hier de foto te zien. En aan de linkerkant krijg je een lijst te zien van de foto's die er bij het punt horen. In dit geval is het maar één foto. Als we deze foto zichtbaar willen maken op het scherm, selecteren we hier foto 2. Oké. En nogmaals oké. En je ziet meteen dat de foto ingevoegd is in de tekening. Als ik nu de schaal van deze foto wil aanpassen, selecteer ik deze door erop te klikken. De rechterbovenhoek kan ik de schaal van de foto wijzigen. De rechteronderhoek kan ik de rotatiehoek gaan wijzen en links onderaan kan ik ervoor kiezen om een nieuw insertion point voor de foto te gaan kiezen. Nu ga ik nog snel een pijltje trekken tussen de foto en het punt waar deze foto bij hoort. Zo, rechter klikken, insert arrow en die staat er ook op. Het enige wat we nu nog hoeven te doen is een bladschikking toevoegen aan het SiteMaster project. Dat doe ik onder Tools, Create Plot Window en ik kies gewoon voor een A4 bladschikking. Links onderaan wijzigen we de positie, rechts bovenaan kunnen we de schaal gaan wijzen en rechts onderaan de rotatiehoek. Even demonstreren. Nu zal ik ervoor kiezen om de schaal mooi op 1 op 500 te stellen, 1 op 500 en de rotatiehoek ga ik mooi op 90 graden zetten en ik kies voor oké. Dan krijgen we meteen onze bladschikking hier met de noordpijl die ik even verplaatst. Je krijgt mooi de foto te zien, het pijltje en het punt naar waar deze foto verwijst. Om dit blad hier af te drukken gaan we naar print. We kiezen ervoor schaal 100%, zodoende zal de schaal 1 op 500 van deze plot window behouden blijven. Printer setup kan je printer nog kiezen. Als je kiest voor oké, wordt de tekening foto incluis afgedrukt. Tot zover deze video. Dankjewel voor het kijken. Dag.